De titel luidt De vierde erfgename, geschreven door Sidney Sheldon, gespeld S-H-E-L-D-O-N, uitgegeven door De Boekerij te Amsterdam in 1995. Uit het Engels vertaald door Ingrid Kleinveld. Oorspronkelijke titel Morning, Noon and Night, uitgegeven in 1995. Deze uitgave is alleen bedoeld voor hen die niet op de gebruikelijke manier kunnen lezen. De cassettes mogen niet worden gekopieerd of aan anderen worden uitgeleend. Als één of twee cassettes onbruikbaar zijn, kunt u telefonisch contact met ons opnemen voor toezending van nieuwe exemplaren. Wilt u in andere gevallen het boek terugsturen met een briefje waarin de klacht is omschreven? De tekst wordt gelezen door Riet Mazeland. Deze uitgave bestaat uit 7 cassettes. Eerste cassette, kant 1. Op de achterflap staat Sidney Sheldon, de vierde erfgename. Corsica. Even buiten de kust, in een daverend noodweer, slaat de eigenaar van het kapitale jacht de Blue Skies overboord. Het is miljardair Harry Stanford, een van de rijkste mannen op aarde. Amerika. Harry Stanford's kinderen komen bijeen om te vernemen hoe de erfenis gedeeld moet worden. Tot hun verbijstering horen ze dat er nog een erfgenaam is. Een halfzuster, Julia, geboren uit een verhouding van Harry met een van zijn vrouwelijke werknemers. Dit opzienbarende nieuws vormt het begin van een macaber spel. Tyler Stanford, de oudste zoon, een gerespecteerd jurist. De haat jegens zijn vader is geworteld in de jaren van vernedering die hij heeft moeten doorstaan. Zijn tumultueuze levensstijl kost hem handen vol geld. Geld waarvan hij niet genoeg kan krijgen. Woodrow Stanford, Woody zoals hij genoemd wordt, is de playboy van de familie. Zijn passie is het polospel. Zijn hartstocht de vrouwen. Een geldverslindende verslaving brengt hem financieel aan de grond. Kendall Stanford. De knappe Kendall maakt furoren in de modewereld. Ze heeft een goed huwelijk en het geluk lacht haar toe. Op kwade dag maakt ze een fatale fout waarvoor ze moet boeten. Ze wordt gechanteerd. En betalen lijkt haar enige uitweg. De vierde erfgename is een glorieuze roman van een van de bekendste bestsellerschrijvers ter wereld. Sidney Sheldon schreef onder andere Engel der Wraken, Het gezicht van de duivel en Niets is voor eeuwig. Verwarm als je jong bent je hart in de morgenzon en laat de zachte middagbries je hartstocht koelen. Maar hoed je voor de nacht. Want daar loert de dood die wacht en wacht. Arthur Rimbaud. Ochtend. Hoofdstuk 1. Dimitri vroeg. Weet u dat we gevolgd worden, meneer Stanford? Ja. Hij had het de afgelopen 24 uur voortdurend gemerkt. De twee mannen en de vrouw waren sportief gekleed om niet op te vallen tussen de toeristen die in de vroege ochtend door de straten liepen. Maar het viel niet mee onopgemerkt te blijven in een plaats die zo klein was als het vestingstadje Saint-Paul-de-Vence. Ze hadden Harry Stanford's aandacht getrokken omdat ze zich te gewoon gedroegen en veel te veel hun best deden om niet naar hem te kijken. Als hij zich omdraaide, was een van hen altijd wel ergens op de achtergrond. Harry Stanford was een gemakkelijk de schaduwen doelwit. Hij was 1,80 meter lang, had wit haar tot over zijn kraag en een aristocratisch, bijna heerszuchtig gezicht. Hij was in gezelschap van een opvallend mooie jonge brunette, een sneeuwwitte Duitse herder en Dimitri Kaminski, een lijfwacht van 1,90 meter
met een stierennek en een wijkend voorhoofd. Wij zijn niet over het hoofd te zien, dacht Stanford. Hij wist door wie ze waren gestuurd en waarom. En hij had een gevoel van naderend onheil. Lang geleden al had hij geleerd op zijn instincten te vertrouwen. Instinct en intuïtie hadden hem geholpen een van de rijkste mannen van de wereld te worden. Forbes schatte de waarde van Stanford Enterprises op 6 miljard dollar. Terwijl de Fortune 500 die op 7 miljard taxeerde. De Wall Street Journal, Barron's en de Financial Times hadden een diepteartikel over hem geschreven om te proberen zijn mystiek, zijn opmerkelijke gevoel voor timing en de onnoemelijke scherpzinnigheid achter de gigantische Stanford Enterprises in woorden te vangen. Dat was nooit echt gelukt. Over één ding waren ze het allemaal eens. Hij had een bijna tastbare manische energie. Hij was onvermoeibaar. Zijn motto was simpel. Een dag zonder deal is een verspilde dag. Hij sloopte zijn concurrenten, zijn personeel en alle andere mensen die met hem in contact kwamen. Hij was een uitzonderlijk fenomeen. Het was zijn religie, vond hij. Hij geloofde in God. En die God wenste hem rijkdom en succes toe en zijn vijanden dood. Harry Stanford was een bekend persoon en de pers wist alles van hem. Harry Stanford was een terughoudend persoon en de pers wist bijna niets van hem. Ze hadden geschreven over zijn charisma, zijn overdadige levensstijl, zijn privévliegtuig, zijn jacht en zijn legendarische huizen in Hope Sound, Marokko, op Long Island, in Londen en in het zuiden van Frankrijk, en uiteraard zijn schitterende landgoed Rose Hill bij Boston. Maar de echte Harry Stanford bleef een mysterie. Waar gaan we heen? Vroeg de vrouw. Hij werd te zeer in beslag genomen om te antwoorden. De twee mensen aan de overkant van de straat maakte gebruik van de wisseltechniek en twee anderen hadden het net weer overgenomen. Afgezien van onraad voelde Stanford een heftige woede omdat ze inbreuk maakte op zijn privéleven. Ze hadden het lef om naar zijn geheime toevluchtsoord ver van de rest van de wereld te komen. Saint-Paul-de-Vence is een pittoresk middeleeuws stadje dat zijn oude magie hoog in de Alpes-Maritiem etaleert. Het ligt op een heuveltop in het binnenland tussen Cannes en Nice en wordt omgeven door een spectaculair betoverend landschap van heuvels en valleien vol bloemen, boomgaarden en pijnwouden. Het stadje zelf, vol schildersateliers, galeries en prachtige antiekzaken, trekt toeristen van over de hele wereld aan. Harry Stanford en zijn groep liepen de Rue Grande in. Stanford wendde zich tot de vrouw. Hou je van musea? Ja, Caro. Ze wilde hem graag behagen. Ze had nog nooit een man als Stanford meegemaakt. Zul je mijn vriendinnen zien kijken als ik over hem vertel? Ik had nooit gedacht dat ik nog iets over seks kon leren, maar mijn hemel, hij is zo creatief, hij put me uit. Ze klommen naar de Fondation Meet en bekeken de vermaarde collectie schilderijen van Bonnard, Chagall en andere schilders. Toen Harry Stanford achterloos om zich heen keek, zag hij de vrouw, die aan de andere kant van de zaal in een Miro verdiept was. Stanford vroeg aan Sophia, honger? Ja, als jij ook wat wilt. Ik moet me niet te veel laten gelden. Goed, dan gaan we lunchen in de Colombe d'Or. De Colombe d'Or was een van Stanford's favoriete restaurants. Een 16e eeuws huis aan het begin van de oude stadskern dat tot hotel-restaurant was omgebouwd. Stanford en Sophia namen een tafeltje in de tuin bij het zwembad waar Stanford de beelden van Braque en Calder kon bewonderen. Prins, de witte herdershond, lag zoals altijd waakzaam bij zijn voeten. De hond was Harry Stanford's handelsmerk. Overal waar Stanford ging, ging Prins.
Er werd gefluisterd dat het dier op bevel van Harry Stanford iemand de keel zou afbijten. Niemand wilde testen of dat gerucht waar was. Dimitri ging in zijn eentje aan een tafeltje bij de hotelingang zitten om de andere klanten te observeren. Stanford keek Sophia aan. Zal ik voor je bestellen, liefje? Graag. Harry Stanford beroemde zich er graag op dat hij een gourmet was. Hij bestelde voor hen allebei een groene salade en fricassee de lot. Toen ze hun hoofdgerecht kregen, kwam Johanna Zedde, die samen met haar man Jan het hotel leidde, op hun tafeltje af en glimlachte. Bonjour. Is alles naar wens, monsieur Stanford? Prima, madame Zedde. En dat zou het ook blijven. Het zijn dwergen die proberen een reus te vellen. Ze zullen nog erg op hun neus kijken. Sophia zei, ik ben hier nog nooit geweest. Wat een beeldschoon stadje. Stanford verlegde zijn aandacht en keek haar aan. Dimitri had haar de vorige dag in Nice voor hem opgepikt. Meneer Stanford, ik heb iemand voor u meegebracht. Problemen gehad? Had Stanford gevraagd. Dimitri grijnsde. Totaal niet. Hij had haar in de lobby van het Negresco Hotel gezien en haar aangesproken. Neemt u me niet kwalijk, spreekt u Engels? Ja. Ze had een zangerig Italiaans accent. De man voor wie ik werk zou graag met u dineren. Ze was verontwaardigd. Ik ben geen puttana, ik ben actrice, zei ze hooghartig. In werkelijkheid was ze edelfigurante in Pupo Avati's laatste film geweest. En ze had twee regels tekst gehad in een film van Giuseppe Ternatore. Waarom zou ik met een vreemde dineren? Dimitri had een bundeltje $100 biljetten tevoorschijn gehaald en 5 daarvan drukte hij haar in de hand. Mijn vriend is erg royaal. Hij heeft een jacht en hij is eenzaam. Hij zag de uitdrukking op haar gezicht van verontwaardiging via nieuwsgierigheid tot interesse veranderen. Toevallig heb ik even geen werk, zei ze met een glimlach. Het kan waarschijnlijk geen kwaad om met uw vriend te gaan eten. Prima, dat zal hem genoegen doen. Waar is die? In Saint-Paul-de-Vence. Dimitri had een goede keus gedaan. Italiaans. Achter in de 20, een zinnelijk katachtig gezicht, volle borsten. Terwijl hij haar over de tafel heen aankeek, nam Harry Stanford een besluit. Hou je van reizen, Sophia? Ben ik dol op. Goed zo, dan gaan we een reisje maken. Excuseer me even. Sophia keek hem na terwijl hij het restaurant inliep. Bij de herentoiletten was een openbare telefoon. Stanford stopte een kaartje in de gleuf en draaide een nummer. Een paar seconden later zei een stem. Ici l'opératrice maritime. Ik zou graag verbinding hebben met het jacht de Blue Skies. Whisky Bravo Lima 980. Het gesprek duurde 5 minuten en toen Stanford klaar was, draaide hij 213030, het vliegveld van Nice. Dat gesprek was korter. Toen Stanford was uitgebeld, zei hij iets tegen Dimitri die snel het restaurant uitliep. Daarna ging hij terug naar Sophia. Ben je klaar? Ja. Eerst even een ommetje maken. Hij had tijd nodig om een plan uit te werken. Het was een volmaakte dag. De zon kleurde de wolken boven de horizon roze en rivieren van zilverig licht liepen door de straten. Ze wandelden door de Rue Grande langs de prachtige 12e-eeuwse kerk en bleven staan bij de boulangerie tegenover de Arche om vers brood te kopen. Toen ze buiten kwamen,
was een van de achtervolgers druk bezig met het bekijken van de kerk. Harry Stanford gaf het brood door aan Sophia. Breng jij dit vast even naar huis? Ik kom over een paar minuutjes. Goed. Ze glimlachte en zei zachtjes: snel, Caro. Stanford keek haar na en wenkte Dimitri. Wat ben je te weten gekomen? De vrouw en een van de mannen logeren in Le Hameau, op de weg naar La Colle. Harry Stanford kende dat huis. Het was een witte boerderij met een boomgaard, 1,5 kilometer ten westen van Saint-Paul-de-Vence. En die andere vent? Mas d'Artigny. Een provençaals landhuis op een heuvel, 3 kilometer ten westen van Saint-Paul-de-Vence. Wat wilt u dat ik met die lui doe, meneer Stanford? Niets. Ik handel het zelf wel af. Harry Stanford's villa stond in de Rue de Cassette, naast de mairie, in een buurt vol nauwe met keien geplaveide straatjes en oude huizen. De villa, een gebouw van oude natuursteen en pleister, had 2 verdiepingen. 2 etages lager dan het woongedeelte bevonden zich een garage en een oude cave die als wijnkelder dienst deed. Een stenen trap leidde naar de bovenste verdieping met slaapkamers, een werkkamer en een betegeld dakterras. Het hele huis was met Frans antiek gemeubileerd en stond vol bloemen. Toen Stanford naar de villa terugkwam, lag Sophia in zijn slaapkamer op hem te wachten. Naakt. Waar bleef je zo lang? Fluisterde ze. Om in leven te blijven, verdiende Sophia Matteo tussen de films haar geld vaak als callgirl. En ze had de gewoonte haar passie te veinzen om haar klanten te plezieren. Maar met deze man hoefde ze niet te doen alsof. Hij was onverzadigbaar en ze bereikte de ene climax na de andere. Toen ze tenslotte uitgeput waren, sloeg ze haar armen om hem heen en mompelde tevreden: ik zou hier voor altijd kunnen blijven, Caro. Ik wou dat ik dat kon, dacht Stanford grimmig. Die avond aten ze in het Le Café de la Place op het Place du Général de Gaulle aan de rand van het stadje. Het eten was heerlijk en Stanford vond dat het gevaar de maaltijd nog pikanter maakte. Na het eten gingen ze terug naar de villa. Stanford liep langzaam om ervoor te zorgen dat zijn achtervolgers hem bijhielden. Om 1 uur 's nachts stond er een man aan de overkant van de straat en keek toe hoe de lichten in de villa 1 voor 1 uitgingen tot het gebouw in totale duisternis was gehuld. Om 4 uur 's nachts liep Harry Stanford de logeerkamer binnen waarin Sophia sliep. Zachtjes schudde hij haar wakker. Sophia. Ze deed haar ogen open, keek met een verwachtingsvolle glimlach naar hem op en fronste toen. Hij was helemaal aangekleed. Ze ging overeind zitten. Is er iets aan de hand? Nee, liefje, alles is in orde. Je zei dat je van reizen hield. Wel nu, we gaan een reisje maken. Nu was ze klaar wakker. Op dit uur? Ja, we moeten heel stil zijn. Maar vlug. Een kwartier later liepen Harry Stanford, Sophia, Dimitri en Prince de stenen trap af naar de garage, waar een bruine Renault stond. Dimitri deed geruisloos de garagedeur open en keek de straat in. Afgezien van Stanford's witte corniche leek de straat verlaten. Alles veilig. Stanford draaide zich naar Sophia toe. We gaan een spelletje spelen. Jij en ik gaan achter in de Renault op de vloer liggen. Ze zette grote ogen op. Waarom? Een paar concurrenten van me hebben me gevolgd, zei hij ernstig. Ik sta op het punt om een enorme deal te sluiten en zij proberen er een stokje voor te steken.
Als hun dat lukt, kan me dat een hoop geld kosten. Ik begrijp het, zei Sophia. Ze had er geen flauw idee van waar die het over had. 5 minuten later reden ze door de poorten van het stadje de weg naar Nice op. Een man die op een bankje zat, zag de bruine Renault door de poort razen. Achter het stuur zat Dimitri Kaminski en naast hem zat Prince. De man pakte haastig een draagbare telefoon en toetste een nummer in. We hebben misschien een probleem. Wat dan? Er is net een bruine Renault door de poort gekomen. Kaminski zat achter het stuur en de hond zat ernaast. En Stanford? Nee. Geloof ik niet. Zijn lijfwacht laat hem 's nachts nooit alleen. En die hond is geen seconde uit zijn buurt. Staat zijn corniche nog bij de villa geparkeerd? Ja, maar misschien heeft hij een andere auto genomen. Of het is een truc. Bel het vliegveld. 5 minuten later hadden ze de verkeerstoren van Nice aan de lijn. Het vliegtuig van monsieur Stanford? Oui, dat is een uur geleden aangekomen en heeft alweer brandstof ingenomen. 5 minuten later waren de twee op weg naar het vliegveld, terwijl de derde persoon de slapende villa in de gaten bleef houden. Toen de bruine Renault door Cailles-sur-Loup reed, ging Stanford weer op de bank zitten. Je kunt wel weer boven komen, zei hij tegen Sophia. Tegen Dimitri, zei hij. Naar het vliegveld Nice. Snel. Hoofdstuk 2. Een half uur later taxiede een omgebouwde Boeing 727 over het asfalt naar het begin van de startbaan van het vliegveld Nice. In de verkeerstoren zei de vluchtleider: ze hebben wel haast om dat toestel van de grond te krijgen. De piloot heeft al 3 keer toestemming gevraagd om te starten. Van wie is die kist? Van Harry Stanford, Kreuzes zelf. Waarschijnlijk moet hij weer even een paar miljardjes maken. De vluchtleider draaide zich terug om een startende Learjet te begeleiden en pakte daarna zijn microfoon. Boeing 895 Papa, hier Nice verkeerstoren. U hebt toestemming om te vertrekken. 5 links. In de lucht rechtsom afbuigen en een koers van 140 aanhouden. De piloot en co-piloot van Harry Stanford wisselden een opgeluchte blik. De piloot drukte op de microfoonknop. Begrepen? Boeing 895 Papa gaat vertrekken. Buigt rechtsom af naar 140. Even later denderde het reusachtige vliegtuig de startbaan af en doorkliefde de grijze ochtendhemel. De co-piloot pakte de microfoon weer. Boeing 895 Papa is in de lucht en klimt naar 1000 meter voor vluchthoogte 70. De co-piloot draaide zich naar de piloot toe. Pff, die oude Stanford had wel haast, hè? De piloot haalde zijn schouders op. Wij hoeven lekker niks te weten. Wij moeten slechts werken voor ons eten. Hoe gaat het met hem daarachter? De co-piloot stond op, snapte naar de deur van de cockpit en keek de cabine in. Hij slaapt. Vanuit de auto belden de achtervolgers nog een keer met de verkeerstoren. Staat het vliegtuig van meneer Stanford nog aan de grond? Non, monsieur. Het is net vertrokken. Vluchtplan? Natuurlijk, monsieur. Waarheen? Kennedy Airport. Bedankt. Hij draaide zich naar zijn metgezel. Kennedy. We zullen zorgen dat er een paar mensen op hem staan te wachten. Terwijl de Renault door de buitenwijken van Monte Carlo in de richting van de Italiaanse grens raasde, vroeg Harry Stanford. Geen enkele kans dat we zijn gevolgd, Dimitri? Nee, meneer, we zijn ze kwijt. Goed zo. Harry Stanford liet zich achterover zakken en ontspande zich. Er was niets om zich zorgen over te maken. Die lui zouden achter het vliegtuig aangaan.
In gedachten zette hij alles op een rijtje. Het ging om wat ze wisten en wanneer ze het wisten. Ze waren jakhalzen die het spoor van een leeuw volgden in de hoop hem te kunnen vellen. Harry Stanford glimlachte voor zich uit. Ze hadden de man met wie ze te maken hadden onderschat. Dat was een fout waarvoor andere mensen al vaak ernstig hadden moeten boeten. Ook deze keer zou iemand het moeten bezuren. Hij was Harry Stanford, de vertrouweling van presidenten en koningen, en rijk genoeg om de economie van een tiental landen de nek om te draaien. De 727 vloog boven Marseille. De piloot sprak in de microfoon. Marseille, vlucht Boeing 895 Papa klimt van hoogte 190 naar hoogte 230. Begrepen. De Renault kwam kort na zonsopgang in San Remo aan. Harry Stanford had goede herinneringen aan die stad, maar het was er drastisch veranderd. Hij kende San Remo nog uit de tijd dat het een elegante stad was, met eerste klas hotels en restaurants en een casino waar avondkleding verplicht was en waar op één avond fortuinen werden verloren of gewonnen. Nu was het ten prooi gevallen aan het toerisme en liepen er lawaaierige klanten rond die in hemdsmouwen gokten. De Renault naderde de haven, 20 kilometer van de Frans-Italiaanse grens. Er waren 2 jachthavens, aan de oostkant de Marina Porto Sole en aan de westkant de Porto Comunale. In Porto Sole hield een havenmeester toezicht op de lichtplaatsen. In Porto Comunale was geen havenmeester. Welke haven? Vroeg Dimitri. Porto Comunale, was Stanford's instructie. Hoe minder pottenkijkers, hoe beter. Ja, meneer. Een paar minuten later stopte de Renault bij de Blue Skies, een gestroomlijnd 60 meter jacht. Kapitein Vaccaro en een bemanning van 12 personen stonden op het dek in het gelid. De kapitein kwam haastig de loopplank af om hen te begroeten. Goedemorgen, signore Stanford, zei kapitein Vaccaro. We zullen uw bagage inladen en... Geen bagage, uitvaren. Ja, meneer. Wacht even. Stanford bekeek de bemanning. Hij fronste. Die laatste man daar, die is nieuw, niet? Ja, meneer. Onze hutjongen is bij Capri ziek geworden en toen hebben we deze aangenomen. Hij is uiterst... Weg met hem, beval Stanford. De kapitein keek hem aan. Weg? Betaal hem uit en wegwezen hier. Kapitein Vaccaro knikte. Goed, meneer. Terwijl hij rondkeek, kreeg Harry Stanford een steeds sterker gevoel van naderend onheil. Het gevaar dat in de lucht hing was zo tastbaar dat hij het bijna kon aanraken. Hij wilde geen vreemden in zijn buurt. Kapitein Vaccaro en zijn mannen werkten al jaren voor hem. Die kon hij vertrouwen. Hij draaide zich om en keek naar het meisje. Aangezien Dimitri haar willekeurig had uitgezocht, vormde zij geen gevaar. En wat Dimitri zelf betreft... Zijn trouwe lijfwacht had hem meer dan eens het leven gered. Stanford zei tegen Dimitri, blijf in mijn buurt. Ja, meneer. Stanford pakte Sophia's arm. Kom mee aan boord, liefje. Dimitri Kaminski stond aan dek toe te kijken hoe de bemanningsleden alles in gereedheid brachten om uit te varen. Hij speurde de haven af, maar zag niets alarmerends. Op dit uur van de ochtend was er erg weinig activiteit. De enorme generatoren van het jacht kwamen tot leven en het vaartuig zette zich in beweging. De kapitein kwam op Harry Stanford af. U hebt niet gezegd waar we heen moeten, signore Stanford. Dat klopt, kapitein. Hij dacht even na,
Portofino. Ja, signore. Tussen haakjes, ik wil dat je strikte radiostilte bewaart. Kapitein Vaccaro fronste. Radiostilte? Ja, meneer, maar stel dat... Harry Stanford zei. Geen zorgen, doe het maar gewoon. En ik wil ook niet dat de satelliettelefoons worden gebruikt. Ja, signore. Leggen we aan in Portofino? Dat zal ik je daar laten weten, kapitein. Harry Stanford gaf Sophia een rondleiding. Het jacht was een van zijn mooiste bezittingen en hij vond het leuk om ermee te pronken. Het was een adembenemend vaartuig. Er was een luxueus ingerichte suite met een zitkamer en een werkkamer. De werkkamer was ruim en comfortabel ingericht met een bank, een paar gemakkelijke stoelen en een bureau. Aan de muur hing een grote elektronische landkaart met een kleine bewegende boot die voortdurend de positie van het jacht liet zien. Glazen schuifdeuren gaven toegang tot een veranda met een chaise longue en een tafel plus 4 stoelen. Om het geheel liep een teak houten reling. Op kalme dagen zat Stanford daar altijd te ontbijten. Er waren 6 gastenhutten, elk met een handbeschilderde zijden panelen, grote ramen en een bubbelbad. De grote bibliotheek was in koa-hout uitgevoerd. De eetkamer bood plaats aan 16 gasten. Op het tussendek bevond zich een volledig ingerichte fitnessruimte. Het jacht bevatte ook nog een wijnkelder en een theater dat ideaal was om films te draaien. Harry Stanford had een van de grootste videotheken met pornografische films. Het hele schip was uiterst stijlvol gemeubileerd en de schilderijen zouden de trots van een museum kunnen zijn. Zo, nu heb je de grootste gedeelte wel gezien, zei Stanford tegen Sophia na de rondleiding. De rest komt morgen. Ze was onder de indruk. Zoiets heb ik nog nooit gezien. Het lijkt wel een stad. Harry Stanford glimlachte om haar enthousiasme. De steward brengt je naar je hut. Installeer je maar op je gemak. Ik heb werk te doen. Harry Stanford liep terug naar zijn werkkamer en keek naar de elektronische landkaart aan de muur om vast te stellen waar het jacht zich bevond. Blue Skies voer in noordoostelijke richting door de Ligurische Zee. Ze weten niet waar ik ben, dacht Stanford. Ze staan op me te wachten op Kennedy Airport. In Portofino zal ik de zaken wel in orde brengen. Op 10.000 meter hoogte kreeg de piloot van de 727 nieuwe instructies. Vlucht Boeing 895 Papa, toestemming om volgens schema rechtstreeks de Delta India novemberroute 40 te nemen. Begrepen? Boeing 895 Papa zet de koers naar Dinar, bovenste route 40 volgens schema. Hij wendde zich tot de co-piloot. We kunnen. De piloot rekte zich uit, stond op, liep naar de deur van de cockpit en keek de cabine in. Hoe gaat het met onze passagier? Vroeg de co-piloot. Zo te zien heeft hij honger. Hoofdstuk 3. De kust van Ligurië vormt de Italiaanse Riviera en loopt in een halve cirkel van de Frans-Italiaanse grens naar Genua en daarna verder omlaag naar de golf van La Spezia. Langs die schitterende lange kuststrook en zijn glinsterende wateren liggen legendarische havens als Portofino en Vernassa en de eilanden Sardinië, Elba en Corsica. De Blue Skies naderde Portofino, dat er zelfs vanuit de verte indrukwekkend uitzag. De heuvels waren begroeid met olijfbomen, pijnbomen, cipressen en palmen. Harry Stanford, Sophia en Dimitri stonden aan dek naar de naderende kustlijn te kijken. Ben je vaak in Portofino geweest? Vroeg Sophia. Een paar keer. Waar woon je eigenlijk?
Te persoonlijk. Je zult het leuk vinden in Portofino, Sofia. Het is er erg mooi. Kapitein Vaccaro kwam op hen af. Luncht u aan boord, signore Stanford? Nee, we gaan in het Splendido lunchen. Uitstekend. En moet ik direct na de lunch het anker lichten? Nou, nee. Laten we nog even van de schoonheid van het stadje genieten. Kapitein Vaccaro keek hem bevreemd aan. Het ene moment had Harry Stanford verschrikkelijk veel haast, en dan opeens scheen hij alle tijd van de wereld te hebben. En die radiostilte? Ongehoord. Pazzo. Toen de Blue Skies in de buitenhaven het anker liet vallen, gingen Stanford, Sofia en Dimitri met de motorsloep naar de kade. De kleine haven was pittoresk en had een paar leuke winkels en trattorias langs de enige weg die omhoog leidde. Een tiental vissersbootjes was op het keienstrand getrokken. Stanford wendde zich tot Sofia. We lunchen in het hotel boven op de heuvel. Daar heb je een prachtig uitzicht. Hij knikte naar een taxi die bij de kade stond. Neem een taxi naar boven, dan zie ik je daar over een paar minuten. Hij gaf haar een handvol lires. Goed, Caro. Hij keek haar na en draaide zich om naar Dimitri. Ik moet even bellen. Maar niet vanaf het schip, dacht Dimitri. De mannen liepen naar de twee telefooncellen opzij van de kade. Dimitri keek toe hoe Stanford een van hen er binnen stapte, de hoorn oppakte en een munt inwierp. Juffrouw, ik wil graag verbinding met de Union Bank of Zwitserland in Genève. Er kwam een vrouw aan die op de tweede telefooncel afliep. Dimitri ging ervoor staan om haar de weg te versperren. Pardon, zei ze, ik wacht op een telefoontje. Verbaasd keek ze hem aan. Oh. Ze keek hoopvol naar de cel waarin Stanford stond. Ik zou maar niet wachten, gromde Dimitri. Dat van hem gaat heel lang duren. De vrouw haalde haar schouders op en liep weg. Hallo? Dimitri zag Stanford in de hoorn praten. Peter, we hebben een probleempje. Stanford deed de deur van de telefooncel dicht. Hij sprak heel snel en Dimitri kon niet horen wat hij zei. Aan het eind van het gesprek legde Stanford de hoorn op de haak en deed de deur open. Alles goed, meneer Stanford? Vroeg Dimitri. Kom, we gaan lunchen. Het Splendido is het kroonjuweel van Portofino. Een hotel met een schitterend panorama op de smaragdgroene baai beneden. Het hotel herbergt de allerrijkste van de wereld en waakt angstvallig over zijn reputatie. Harry Stanford en Sofia zaten samen op het terras. Zal ik voor je bestellen? Vroeg Stanford. Ze hebben hier een paar specialiteiten die je vast lekker zult vinden. Graag, zei Sofia. Stanford bestelde trenette, de plaatselijke pasta, kalfsvlees en focaccia, het zoute brood van de streek. En breng ons een fles Schramsberg 88. Hij keek Sofia aan. Die heeft de eerste prijs gekregen op het internationale concours in Londen. Ik ben eigenaar van de wijngaard. Ze glimlachte. Wat een geluk. Geluk had er niets mee te maken. Ik geloof dat de mens geschapen is om te genieten van de heerlijkheden die God de aarde heeft gegeven. Hij nam haar hand in de zijne. En niet alleen op culinair gebied. Je bent verbazingwekkend. Dank je. Stanford vond het opwindend als mooie vrouwen hem bewonderden. Deze was jong genoeg om zijn dochter te zijn. En dat maakte het nog spannender. Toen ze klaar waren met de lunch, keek Stanford Sofia aan en grijnsde. Kom, dan gaan we terug naar het jacht. Oh, graag. Harry Stanford was een veelzijdig minnaar, hartstochtelijk en bedreven.
zijn reusachtige ego, zorgde ervoor dat hij het belangrijker vond een vrouw te bevredigen dan zichzelf. Hij wist hoe hij de erogene zones van een vrouw moest prikkelen. En hij orkestreerde zijn liefdespel in een symfonie van zinnen die zijn minnaresse tot ongekende hoogtepunten bracht. De middag brachten ze in Stanford suite door en aan het eind was Sophia uitgeput. Harry Stanford kleedde zich aan en ging naar de brug om met kapitein Vaccaro te spreken. Wilt u door naar Sardinië, signore Stanford? Vroeg de kapitein. Laten we eerst bij Elba aanleggen. Goed, meneer. Is alles naar wens? Ja, zei Stanford. Alles is naar wens. Hij voelde zijn begeerte weer opkomen en liep terug naar Sophia's hut. De volgende ochtend kwamen ze bij Elba aan en gingen bij Porto Ferraio voor anker. Terwijl de Boeing 727 het Amerikaanse luchtruim binnenvloog, nam de piloot contact op met de vluchtleiding op de grond. New York Center, vlucht Boeing 895 Papa gaat van vluchthoogte 260 naar 240. Daar klonk een stem van het New York Center. Begrepen, u hebt toestemming voor een 2000 naar JFK, nadering op 127.4. Achter uit het vliegtuig kwam een laag gegrom. Rustig, prins. Braaf. Even je veiligheidsriem aandoen. Er stonden vier mannen te wachten toen de 727 landde. Ze stonden op verschillende plaatsen om te kunnen zien wie er uit het vliegtuig stapte. Ze wachten een half uur. De enige passagier die naar buiten kwam was een witte herdershond. Eerste cassette, einde kant 1. De vierde erfgename, door Sidney Sheldon. Eerste cassette, kant 2. Porto Ferraio is het commerciële centrum van Elba. De straten zijn vol elegante, dure winkels en achter de haven zijn de 18e-eeuwse gebouwen weggestopt onder de verweerde 16e-eeuwse citadel, gebouwd door de hertog van Florence. Harry Stanford had het eiland vele malen bezocht en op een vreemde manier voelde hij zich er thuis. Dit was de plaats waar Napoleon Bonaparte in ballingschap had gezeten. We gaan Napoleons huis bekijken, zei hij tegen Sophia. Ik zie je daar. Hij wendde zich tot Dimitri. Breng haar naar de Villa dei Mulini. Ja, meneer. Stanford keek Dimitri en Sophia na en daarna op zijn horloge. De tijd raakte op. Zijn vliegtuig was al lang op Kennedy geland. Als ze ontdekten dat hij niet aan boord was, zou de achtervolging worden hervat. Het zal even tijd kosten voor ze het spoor weer oppakken, dacht Stanford. Tegen die tijd is alles geregeld. Hij stapte een telefooncel aan het eind van de kade in. Ik wil graag verbinding met Londen, zei Stanford tegen de telefoniste. Barclays Bank, 171. Een half uur later pikte hij Sophia op en bracht haar terug naar de haven. Ga jij maar vast aan boord, zei Stanford tegen Sophia. Ik moet even bellen. Ze keek hem na, terwijl hij naar de telefooncel op de kade stapte. Waarom gebruikt hij de telefoons op het jacht niet? Vroeg Sophia zich af. In de telefooncel zei Harry Stanford. De Sumitomo Bank in Tokio. Toen hij een kwartier later terugkwam naar het jacht, was hij razend. Blijven we vannacht hier voor anker? Vroeg kapitein Vaccaro. Nee, snauwde Stanford. Nee, we gaan naar Sardinië, nu meteen. De Costa Smeralda van Sardinië is een van de mooiste plekken van de Ligurische Zee. Het stadje Porto Cervo is een toevluchtsoord voor de rijken en een groot deel van de streek staat vol villa's die door de Alican zijn gebouwd. Het eerste dat Harry Stanford deed toen ze aanlegde was op een telefooncel afstevenen.
Dimitri liep achter hem aan om de wacht te houden. Ik wil graag verbinding met de Banca d'Italia in Rome. De deur ging dicht. Het gesprek duurde bijna een half uur. Toen Stanford de telefooncel uitkwam, stond zijn gezicht grimmig. Dimitri vroeg zich af wat er gaande was. Stanford en Sophia lunchten op het strand van Licia di Vacca. Stanford bestelde voor hen allebei. We beginnen met malaredus. Deegvlokken die van harde tarwe worden gemaakt. Daarna de porcedu. Gestoofd speenvarken met michte en laurier. Als wijn een vernacchia en als dessert sabadas. Beignets gevuld met verse kaas en geraspte citroenschil, bestreken met bittere honing en bestrooid met suiker. Bene, signore. De kelner liep diep onder de indruk weg. Toen Stanford zich omdraaide om met Sophia te praten, sloeg zijn hart opeens over. Bij de ingang van het restaurant zaten twee mannen aan een tafeltje aandachtig naar hem te kijken. Ze deden niet eens moeite om zich als toeristen voor te doen en zaten met een donker pak aan in de zomerzon. Zitten ze achter mij aan of zijn het ongevaarlijke vreemdelingen? Ik moet zorgen dat mijn fantasie niet met me op de loop gaat, dacht Stanford. Sophia zei, dat heb ik je nog niet gevraagd. Wat voor zaken doe je eigenlijk, welke branche? Stanford keek haar aandachtig aan. Het was verfrissend om met iemand te zijn die niets van hem afwist. Ik rentenier, zei hij tegen haar. Ik reis gewoon een beetje rond om van de wereld te genieten. En je bent helemaal alleen? Haar stem was vol medeleven. Je zult wel eenzaam zijn. Hij had moeite om niet in lachen uit te barsten. Ja, dat is waar. Ik ben blij dat jij bij me bent. Uit zijn ooghoek zag Stanford de twee mannen weggaan. Toen ze klaar waren met eten, liepen Stanford, Sophia en Dimitri terug naar de stad. Stanford stapte op een telefooncel af. Verbindt u me met de Crédit Lyonnais in Parijs? Terwijl ze naar Stanford stond te kijken, zei Sophia, hij is een geweldige man, hè? Zoals hij is er geen tweede. Werk je al lang voor hem? 2 jaar, zei Dimitri. Je boft? Weet ik. Dimitri liep naar de telefooncel toe om voor de deur de wacht te houden. Hij hoorde Stanford zeggen, René, je weet waarom ik bel? Ja, ja. Doe je dat? Geweldig. Zijn stem klonk opgelucht. Nee, daar niet. Laten we afspreken op Corsica. Perfect. Na ons onderhoud kan ik regelrecht naar huis. Bedankt, René. Stanford hing op. Even bleef hij glimlachend staan en draaide daarna een nummer in Boston. Een secretaresse nam op. Het kantoor van meneer Fitzgerald. Met Harry Stanford. Ik wil hem even spreken. Oh, meneer Stanford. Het spijt me, maar meneer Fitzgerald is met vakantie. Kan iemand anders? Nee. Ik ben onderweg naar de States. Zeg hem dat ik hem maandagochtend om 9 uur op Rose Hill wil spreken. En dat hij een kopie van mijn testament en de notaris moet meebrengen. Ik zal proberen hem, niet proberen, doen, mijn beste. Hij hing op en bleef staan. Zijn hersens werkten koortsachtig. Toen hij de cel uitstapte, klonk zijn stem kalm. Ik moet even iets regelen, Sophia. Ga naar Hotel Pietrizza en wacht daar op me. Goed, zei ze uitdagend. Maak het niet te lang. Nee. Ze liep weg en de twee mannen keken haar na. Kom, we gaan terug naar het jacht, zei Stanford tegen Dimitri. We varen uit. Dimitri keek hem verbaasd aan. En hoe moet het met...
Ze kan op haar rug gaan liggen om thuis te komen. Toen ze bij de Blue Skies terugkwamen, ging Harry Stanford naar kapitein Vaccaro. We gaan naar Corsica, zei hij. Uitvaren. Ik heb net het laatste weerbericht gehoord, signore Stanford. Helaas is er zwaar weer op komst. Het is beter als we wachten tot de storm gaat liggen en... Ik wil nu weg, kapitein. Kapitein Vaccaro aarzelde. Het wordt een zware tocht, meneer. Er komt een libeccio. De zuidwestelijke wind die de zee opzweept en met keiharde rukwinden gepaard gaat. Kan me niet schelen. De ontmoeting op Corsica ging al zijn problemen oplossen. Hij draaide zich om naar Dimitri. Ik wil dat je een helikopter organiseert om ons op Corsica op te pikken. Bel vanuit de telefooncel in de haven. Ja, meneer. Dimitri Kaminski liep de kade op naar de telefooncel. 20 minuten later was de Blue Skies op weg. Hoofdstuk 4. Zijn idool was Dan Quayle en hij gebruikte hem vaak als maatstaf. Het kan me niet schelen wat je over Quayle zegt. Hij is de enige politicus met normbesef. Het gezin, daar draait alles om. Zonder het gezin als hoeksteen van de samenleving zou dit land er nog slechter aan toe zijn dan het al is. Al die jongeren die samenwonen en kinderen krijgen zonder getrouwd te zijn, schokkend. Geen wonder dat er zoveel misdaad is. Als Dan Quayle ooit kandidaat is voor de presidentsverkiezingen, kan hij op mijn stem rekenen. Een schande, dacht hij, dat hij vanwege die stomme wet niet kon stemmen. Maar desondanks stond hij pal achter Quayle. Hij had 4 kinderen. Billy van 8 en de meisjes Amy, Clarissa en Susan. Respectievelijk 10, 12 en 14. Het waren fantastische kinderen. En hij vond het heerlijk om, zoals hij het noemde, kwaliteitstijd aan hen te besteden. Zijn weekends waren volledig aan de kinderen gewijd. Hij kookte met hen op de barbecue, speelde, ging mee naar de film en naar honkbalwedstrijden en hielp hen met hun huiswerk. Alle kinderen in de buurt waren dol op hem. Hij repareerde hun fietsen en speelgoed en nodigde hen uit om met zijn gezin mee te gaan picknicken. Ze gaven hem de bijnaam Papa. Op een zonnige zaterdagochtend zat hij op de tribune naast zijn vrouw en dochters naar een honkbalwedstrijd te kijken. Het was een volmaakte dag met warme zonneschijn en wollige schapenwolkjes die de hemel bespikkelden. Zijn zoon Billy was aan de slag en zag er erg professioneel en volwassen uit in zijn juniorenuniform. Beter dan nu kan het niet worden, dacht hij tevreden. Waarom kan het niet bij iedereen zo gaan? Het was het eind van de 8e inning. Er waren al 2 man uit en alle honken waren bezet. Billy stond bij de thuisplaat en had 3 wijd en 2 slag gekregen. Papa riep bemoedigend, pak hem Billy, over het hek. Billy wachtte op de worp. De bal kwam snel en laag. Billy zwaaide keihard met de knuppel en miste. De scheidsrechter riep, 3 slag uit. In de menigte ouders en vrienden werd er gekreund en gejuicht. Billy bleef terneergeslagen staan kijken hoe de andere partij aan slag kwam en zijn eigen club in het veld ging staan. Papa riep, niet erg zoon, volgende keer beter. Billy probeerde een glimlach te forceren. John Cotton, de manager van het team, stond op Billy te wachten. Jij speelt niet meer mee, zei hij. Maar meneer Cotton... Vooruit, van het veld af. Billy's vader keek met gekwetste verbazing toe hoe zijn zoon het veld verliet. Dat kan die vent niet maken, dacht hij. Hij moet Billy nog een kans geven. Ik moet dus met meneer Cotton praten om hem uit te leggen dat... Op dat moment ging de draagbare telefoon die hij bij zich had. Hij liet hem 4 keer overgaan alvorens op te nemen. Slechts 1 persoon had dat nummer.
Hij weet dat ik het vreselijk vind om in de weekends te worden gestoord, dacht hij nijdig. Met tegenzin trok hij de antenne uit, drukte op een knop en zei: Hallo? De stem aan de andere kant sprak een paar minuten op rustige toon. Papa luisterde en knikte af en toe. Ten slotte zei hij: Ja, begrepen. Ik zal ervoor zorgen. Hij zette de telefoon weg. Alles goed, liefste? Vroeg zijn vrouw. Nee, helaas niet. Ze willen dat ik het weekend werk. Ik had voor morgen een lekkere barbecue op het programma staan. Zijn vrouw pakte zijn hand en zei liefdevol: Geen zorgen, je werk is belangrijker. Niet zo belangrijk als mijn vrouw en kinderen, dacht hij koppig. Dan Quayle zou het begrijpen. Zijn hand begon heftig te jeuken en hij krabde eraan. Waarom jeukt het zo? Vroeg hij zich af. Ik moet binnenkort eens naar de huidarts. John Cotton was assistent-manager bij de plaatselijke supermarkt. Een stevige man van in de 50, die de junioren wel wilde managen omdat zijn zoon honkbal speelde. Zijn ploeg had die middag verloren, wat te wijten was aan de kleine Billy. De supermarkt was al dicht en John Cotton was op het parkeerterrein op weg naar zijn auto toen een onbekende met een pakje in zijn handen hem aansprak. Neem me niet kwalijk, meneer Cotton. Ja? Zou ik u even mogen spreken? De winkel is gesloten. Oh, maar daar gaat het niet om. Ik wilde het met u over mijn zoon hebben. Billy trekt het zich erg aan dat u hem van het veld hebt gestuurd en hem hebt gezegd dat hij niet meer mee mocht spelen. Is Billy uw zoon? Ik betreur het erg dat ik hem heb laten meespelen. Honkballer zal hij nooit worden. Billy's vader zei ernstig: Dat is niet eerlijk, meneer Cotton. Ik ken Billy. Hij is een prima honkballertje, dat zult u zien. Als hij volgende week zaterdag speelt... Hij speelt volgende week zaterdag niet, hij ligt eruit. Maar geen gemaar, punt, uit. Kan ik verder nog iets voor u? Jazeker. Billy's vader had het pakje in zijn hand uitgepakt. Er kwam een honkbalknuppel tevoorschijn. Smekend zei hij: Dit is de knuppel waarmee Billy heeft geslagen. U zult zien dat hij beschadigd is. Dus is het niet eerlijk om hem te straffen vanwege... Moet u horen, meneer, die knuppel interesseert me geen barst. Uw zoon speelt niet meer mee. Billy's vader zuchtte terneergeslagen. Weet u zeker dat uw besluit vaststaat? Heel zeker. Terwijl Cotton zijn hand uitstak naar de deurknop van zijn auto, mepte Billy's vader met de knuppel de achterruit kapot. Cotton staarde hem geschokt aan. Wat doet u in godsnaam? Dat was mijn warming-up, legde papa uit. Hij hief de knuppel nog een keer op en sloeg ermee tegen Cottons knieschijf. John Cotton schreeuwde en viel kronkelend van de pijn op de grond. U bent gek! Schreeuwde hij: Help! Billy's vader ging op zijn hurken naast hem zitten en zei zacht: Nog één kick en ik breek je andere knie ook. Cotton staarde in doodsangst en vol pijn naar hem op. Als mijn zoon volgende week zaterdag niet meespeelt, maak ik jou en je zoon af. Duidelijk? Cotton keek de man in de ogen en knikte. Hij deed zijn uiterste best om het niet uit te schreeuwen van de pijn. Goed zo. En ik zou niet graag willen dat dit uitlekte. Ik heb vrienden. Hij keek op zijn horloge. Hij had net genoeg tijd om de nachtvlucht naar Boston te nemen. Zijn hand jeukte weer. Zondagochtend om 7 uur liep hij, gekleed in een driedelig pak met een duur leren koffertje in zijn handen, langs Van Doom over Copley Square naar Stewart Street. Even voorbij het Castle Plaza Convention Center stapte hij het Boston Trustgebouw binnen
en liep op de bewaker af. Aangezien er tientallen bedrijven in het reusachtige gebouw huisden, zou de bewaker achter de receptiebalie hem nooit kunnen identificeren. "Goedemorgen," zei hij. "Goedemorgen, meneer. Kan ik u helpen?" Hij zuchtte. "Zelfs God kan me niet helpen. Ze denken dat ik niks beters te doen heb dan mijn zondagen te besteden aan het werk dat iemand anders had moeten doen." De bewaker zei medelevend: "Dat gevoel ken ik." Hij schoof hem een notitieboek toe. "Wilt u even tekenen, alstublieft?" Hij tekende voor binnenkomst en liep naar de liften. Het kantoor dat hij zocht was op de 5e verdieping. Hij nam de lift naar de 6e verdieping, liep een trap af en de gang door. Op de deur stond: "Rehnquist, Rehnquist en Fitzgerald, advocaten." Hij keek om zich heen om er zeker van te zijn dat er niemand in de gang was, maakte zijn koffertje open en haalde er een kleine slothaak en een trekinstrumentje uit. Het kostte hem 5 seconden om de deur van het slot te krijgen. Hij stapte naar binnen en deed de deur achter zich dicht. De receptie was in conservatieve stijl ingericht, zoals dat paste bij een van Boston's meest vooraanstaande advocatenkantoren. De man bleef even staan om de situatie op te nemen en liep door naar achteren naar een archiefruimte waar de dossiers werden opgeborgen. In die ruimte stond een rij stalen kasten met alfabetische etiketten. Hij probeerde de kast met R tot S. Die zat op slot. Uit zijn koffertje haalde hij een onbewerkte sleutel, een vijl en een tang. De sleutel stopte hij in het slot van de archiefkast. Zachtjes draaide hij hem heen en weer. Even later haalde hij hem er weer uit en bestudeerde de zwarte afdrukken. Terwijl hij de sleutel vasthield met een tang, veilde hij zorgvuldig de zwarte plekjes af. Daarna stopte hij de sleutel weer in het slot en herhaalde de procedure. Hij neuriede zachtjes terwijl hij het slot forceerde en glimlachte voor zich uit toen hij zich bewust werd van wat hij neuriede. Verre oorden met vreemd klinkende namen ver, ver weg over het eindeloze tij. Die verre oorden met hun vreemd klinkende namen, die roepen mij, die roepen mij. "Ik neem een gezin mee op vakantie," dacht hij blij. "Een echte vakantie. Ik wed dat de kinderen Hawaii enig zullen vinden." De la ging open. Hij trok hem naar zich toe. Het duurde maar even of hij had het dossier dat hij zocht gevonden. Hij haalde een kleine Pentax-camera uit zijn koffertje en ging aan de slag. 10 minuten later was hij klaar. Hij pakte een paar velletjes Kleenex uit het koffertje, liep naar de waterkoeler en maakte ze nat. Terug bij de archiefkast veegde hij het ijzervijzel van de vloer. Daarna deed hij de archiefkast op slot, liep naar de gang, sloot de voordeur af en ging het gebouw uit. Hoofdstuk 5. Op zee, aan het begin van de avond, kwam kapitein Vaccaro naar de hut van Harry Stanford. "Signore Stanford..." "Ja?" De kapitein wees naar de elektronische kaart aan de muur. "De storm wordt helaas zwaarder. Het epicentrum van de Libeccio ligt in de straat van Bonifacio, de plek waar we op afkoersen. Ik stel voor dat we een veilige haven zoeken totdat..." Stanford viel hem in de rede. "Dit is een goed schip en jij bent een goede kapitein. Ik weet zeker dat je het aan kunt." Kapitein Vaccaro weifelde. "Zoals u zegt, signore, ik zal mijn best doen." "Ik verwacht niet anders, kapitein." Harry Stanford zat in de werkkamer van zijn suite zijn strategie uit te stippelen. Op Corsica zou hij René treffen en alles regelen. Daarna zou de helikopter hem naar Napels vliegen, waar hij een vliegtuig zou charteren om hem naar Boston te brengen. "Alles komt prima in orde," was zijn conclusie. "Het enige dat ik nodig heb
is 48 uur. 48 uur. Meer niet. Om 2 uur 's nachts werd hij wakker van het wild stampende jacht en een gierende storm buiten. Stanford had wel vaker noodweer meegemaakt, maar dit was het ergste. Kapitein Vaccaro had gelijk gehad. Harry Stanford stapte uit bed, hield zich aan zijn nachtkastje vast om overeind te blijven en schuifelde naar de landkaart. Het schip was in de straat van Bonifacio. Over een paar uur moeten we bij Corsica zijn, dacht hij. Daar zijn we veilig. De gebeurtenissen die zich later die nacht afspeelden, bleven slechts gissingen. De over de veranda uitgestrooide papieren suggereerden dat er een paar door de wind waren weggewaaid. Dat Harry Stanford had geprobeerd ze te pakken, waarna die door slingeren van het jacht zijn evenwicht had verloren en overboord was geslagen. Dimitri Kaminski zag hem in het water vallen en greep onmiddellijk de telefoon. Man overboord! Hoofdstuk 6. Kapitein François Dürer, chef de police op het eiland Corsica, was in een slecht humeur. Het eiland krioelde van de stomme toeristen die niet in staat waren hun paspoort, hun portefeuille of hun kinderen bij zich te houden. De hele dag waren de klachten binnengestroomd op het kleine politiebureau op het Cour Napoleon nummer 2, vlak bij de rue Sergeant Casalonga in Ajaccio. Een man heeft mijn tasje gestolen. Mijn boot is zonder mij vertrokken. Mijn vrouw is wel aan boord. Ik heb dit horloge van iemand op straat gekocht. Er zit geen binnenwerk in. De apotheken hier hebben de pillen niet die ik moet slikken. De problemen waren eindeloos en nog eens eindeloos. En nu scheen het dat de kapitein ook nog met een lijk te maken kreeg. Daar heb ik nu geen tijd voor, snauwde hij. Maar ze staan buiten te wachten, vertelde zijn assistent hem. Wat moet ik tegen die mensen zeggen? Kapitein Dürer had haast om bij zijn vriendinnetje te komen. Hij stond op het punt om te zeggen, breng dat lijk maar naar een ander eiland. Maar tenslotte was hij toch de officiële chef de police op Corsica. Goed, zei hij met een zucht, ik zal ze even te woord staan. Even later werden kapitein Vaccaro en Dimitri Kaminski binnengelaten. Gaat u zitten, zei kapitein Dürer knorrig. De twee mannen gingen zitten. Vertelt u me eens precies wat er is gebeurd. Kapitein Vaccaro zei, precies weet ik het niet. Ik heb het niet zien gebeuren. Hij keek naar Dimitri Kaminski. Hij is de getuige van geweest. Misschien kan hij het u vertellen. Dimitri haalde diep adem. Het was verschrikkelijk. Ik werkte voor die man. Als wat, monsieur? Lijfwacht, masseur, chauffeur. Ons jacht is gisteravond in een storm geraakt. Hij vroeg me om hem een ontspannende massage te geven. Daarna vroeg hij me om een slaappil te halen. De pillen lagen in de badkamer. Toen ik terugkwam, stond hij buiten op de veranda bij de reling. Door de storm huilde het jacht alle kanten op. Hij had een stapeltje papieren in zijn hand. Een van die papieren vloog weg en hij probeerde het te grijpen. Daarbij verloor hij zijn evenwicht en viel overboord. Ik schoot toe om hem te redden, maar ik kon niks doen. Ik heb om hulp gebeld. Kapitein Vaccaro heeft het schip onmiddellijk stilgezet. En door de heldhaftige krachtsinspanningen van de kapitein hebben we hem gevonden. Maar het was te laat. Hij was al verdronken. Wat erg. Het kon hem geen snars schelen. Kapitein Vaccaro begon te praten. De wind en de zee hebben het lijk naar het jacht teruggedreven. Dat was zuiver toeval. Maar nu willen we graag toestemming om het lichaam naar huis te brengen. Dat zou geen probleem moeten zijn. Hij zou nog steeds tijd hebben om een glas met zijn vriendin te drinken voordat hij naar huis naar zijn vrouw ging. Ik laat een overlijdensakte en een uitreisvisum voor het lichaam opstellen.
Hij pakte een geel notitieblok. Naam van het slachtoffer? Harry Stanford. Kapitein Dürer bleef opeens roerloos zitten. Hij keek op. Harry Stanford? Ja. De Harry Stanford? Ja. Opeens zag de toekomst van kapitein Dürer er een stuk zonniger uit. De goden hadden hem manna in de schoot geworpen. Harry Stanford was wereldberoemd. Het nieuws van zijn dood zou over de hele wereld opzien baren. En hij, kapitein Dürer, had de leiding over de zaak. Waar het nu om ging, was hoe hij er een maximum aan profijt uit kon trekken. Dürer staarde nadenkend voor zich uit. Hoe snel kunt u het lichaam vrijgeven? Vroeg kapitein Vaccaro. Hij keek op. Aha, dat is een goede vraag. Hoe lang duurt het voordat de pers arriveert? Moet ik de kapitein van het jacht vragen om aan het interview deel te nemen? Nee. Waarom zou ik de roem met hem delen? Ik handel deze zaak alleen af. De documenten regelen? Hij zuchtte. Dat kon wel eens minstens een week duren. Kapitein Vaccaro was ontzet. Minstens een week, maar u zei... Er moeten een paar formaliteiten in acht worden genomen, zei Dürer streng. Dit soort zaken moet men niet overhaasten. Hij pakte het gele notitieblok weer op. Wie is de naaste familie? Kapitein Vaccaro keek hulpzoekend naar Dimitri. Dat kunt u beter opnemen met zijn juristen in Boston. Naam? Rehnquist, Rehnquist en Fitzgerald. Hoofdstuk 7. Weliswaar stond er Rehnquist, Rehnquist en Fitzgerald op de deur, maar de twee Rehnquists waren al jaren dood. Simon Fitzgerald was nog steeds springlevend en met zijn 76 jaar de stuwende kracht van het kantoor. Er werkten 60 juristen onder hem. Hij was broodmager, had een volle witte haardos en de stramme houding van een militair. Op dat ogenblik liep hij gekweld te ijsberen. Voor het bureau van zijn secretaresse bleef hij staan. Heeft meneer Stanford, toen hij belde, geen enkele vingerwijzing gegeven over de reden waarom hij me zo dringend wilde spreken? Nee, meneer. Hij zei alleen dat hij u maandagochtend om 9 uur bij hem thuis wilde spreken en dat u zijn testament en de notaris moest meebrengen. Bedankt. Vraag meneer Sloan even om hier te komen. Steve Sloan was een van de intelligente, jonge, vernieuwende juristen van het kantoor. Hij kwam van Harvard, was lang en slank, had blond haar, geamuseerd onderzoekende blauwe ogen en een prettige uitstraling. Hij was de troubleshooter van de zaak en door Simon Fitzgerald voorbestemd om hem op een dag op te volgen. Als ik een zoon had, dacht Fitzgerald, zou ik willen dat hij net als Steve was. Hij keek toe hoe Steve Sloan binnenstapte. Ik dacht dat u op zalm aan het vissen was in Newfoundland, zei Steve. Er is iets tussen gekomen. Ga zitten, Steve. We hebben een probleem. Steve zuchtte. Oud nieuws. Het gaat over Harry Stanford. Harry Stanford was een van hun meest vooraanstaande cliënten. Een stuk of 5 andere advocatenkantoren hielden zich bezig met de diverse dochtermaatschappijen van Stanford Enterprises. Maar Rehnquist, Rehnquist en Fitzgerald behandelden zijn privézaken. Met uitzondering van Fitzgerald had geen van de andere juristen hem ooit gezien. Maar hij was een legende op het kantoor. Wat heeft Stanford uitgespookt? Vroeg Steve. Hij is dood. Steve keek geschokt op. Hij is wat? Ik heb net een fax gekregen van de Franse politie op Corsica. Stanford is gisteren overboord geslagen en verdronken. Mijn God! Ik weet dat je hem nooit hebt ontmoet, maar ik werk al meer dan 30 jaar voor hem. Een moeilijk mens.
Fitzgerald liet zich achterover zakken en dacht aan het verleden. Eigenlijk waren er twee Harry Stanfords. De algemeen bekende Harry Stanford, die de vogels uit de gelfboom kon paaien, en de rotzak die het leuk vond om mensen kapot te maken. Hij was een charmeur, een slangenbezweerder, een gespleten figuur. Hij was zowel de slangenbezweerder als de cobra. Klinkt fascinerend. Zo'n 30 jaar geleden, 31 om precies te zijn, ben ik hier komen werken, zoals je weet. De oude Rehnquist deed toen Stanford zaken. Je kent toch de uitdrukking, te groot voor deze wereld? Nou, Harry Stanford was wat je noemt meer dan te groot. Als hij niet had bestaan, zou je hem niet kunnen uitvinden. Een gigant, met een verbazingwekkende energie en ambitie. Hij was een groot sportman. Op school heeft hij gebokst en hij was een uitstekende polospeler. Maar al heel jong was Harry Stanford een onmogelijk iemand. De enige man die ik heb gekend die geen greintje mededogen bezat. Hij was sadistisch en wraakzuchtig en had de instincten van een aasgier. Hij vond het heerlijk om zijn concurrenten tot een faillissement te dwingen. Er wordt beweerd dat meerdere mensen zelfmoord hebben gepleegd vanwege hem. Hij klinkt als een monster. Enerzijds ja. Maar hij heeft ook een weeshuis gesticht in Nieuw-Guinea, plus een ziekenhuis in Bombay. Hij heeft miljoenen aan liefdadigheid uitgegeven. Anoniem. Je wist nooit wat je aan hem had. Hoe is hij zo rijk geworden? Hoe staat het met je kennis van de Griekse mythologie? Ken je het verhaal van Oedipus? Steve knikte. Die doodde zijn vader om zijn moeder te krijgen. Precies. Zo'n man was Harry Stanford. Alleen doodde hij zijn vader om de stem van zijn moeder te krijgen. Steve staarde hem aan. Wat? Fitzgerald boog zich voorover. Begin jaren 30 had Harry's vader een kruidenierswinkel hier in Boston. Die floreerde zo goed dat hij een tweede winkel opende. En al gauw had hij een kleine keten. Toen Harry van school afkwam, heeft zijn vader hem als vennoot in de zaak opgenomen. En hem in de raad van commissarissen gezet. Zoals ik al zei, Harry was eerzuchtig. Hij had grote dromen. In plaats van vlees bij de verpakkers te betrekken, wilde hij dat de keten zijn eigen runderen ging houden. Hij wilde land kopen om zijn eigen groenten te verbouwen en zelf in te blikken. Zijn vader was het niet met hem eens en ze lagen veel met elkaar overhoop. En toen kreeg Harry een ingeving. Hij zei tegen zijn vader dat het bedrijf een keten moest opbouwen van supermarkten die alles, auto's, meubelen tot aan een levensverzekering toe, met korting verkochten aan klanten die een lidmaatschap moesten betalen. Harry's vader dacht dat hij gek was en wees het idee van de hand. Maar Harry was niet van plan zich te laten weerhouden. Hij besloot zich van de oude man te ontdoen. Hij kreeg zijn vader zo ver dat de man een lange vakantie nam en tijdens zijn afwezigheid ging Harry in de weer en probeerde de raad van commissarissen om te praten. Hij was een briljante verkoper en hij kreeg ze op zijn hand. Zijn oom en tante, die in de raad zaten, kreeg hij zover dat ze voor hem stemden. Hij liet zijn charme op de andere commissarissen los. Die nam niet mee uit eten of op vossenjacht en uit golfen. Hij ging naar bed met de vrouw van een commissaris die invloed op haar man had. Maar zijn moeder had het grootste pakket aandelen en dus de stem die de doorslag gaf. Harry haalde haar over om die aan hem te geven en tegen haar echtgenoot te stemmen. Ongelooflijk! Toen Harry's vader terugkwam, hoorde hij dat zijn familie hem uit de onderneming had weggestemd. Mijn God! Wacht nou even, het wordt nog mooier.
Harry was nog niet tevreden. Toen zijn vader probeerde zijn eigen kantoor binnen te gaan, ontdekte hij dat hem de toegang tot het gebouw was ontzegd. En bedenk wel, Harry was toen pas in de 30. Zijn bijnaam in het bedrijf was de IJsman. Maar ere wie ere toekomt, Steve. In zijn eentje heeft hij Stanford Enterprises tot een van de grootste conglomeraten van de wereld uitgebouwd. De onderneming is uitgebreid met de handel in hout, chemicaliën, communicatie, elektronica en een ontzagwekkende hoeveelheid onroerend goed. En hij heeft alle aandelen in handen. Hij moet een ongelooflijke man zijn geweest, zei Steve. Dat klopt. Voor mannen en voor vrouwen. Was hij getrouwd? Simon Fitzgerald keek lange tijd mijmerend voor zich uit. Toen hij eindelijk begon te praten, zei hij: Harry Stanford was getrouwd met een van de mooiste vrouwen die ik ooit heb gezien. Emily Temple. Ze hadden 3 kinderen. 2 jongens en een meisje. Emily kwam uit een chique familie in Hope Sound in Florida. Ze was dol op Harry. En ze probeerde haar ogen te sluiten voor zijn slippertjes. Maar op een dag is het haar te veel geworden. Ze had een au pair aangenomen voor de kinderen. Ene Rosemary Nelson. Jong en aantrekkelijk. Wat het meisje voor Harry Stanford nog aantrekkelijker maakte, was haar weigering om met hem naar bed te gaan. Dat maakte hem gek. Hij was het niet gewend te worden afgewezen. Maar als Harry Stanford zijn charmers op iemand losliet, was die onweerstaanbaar. Het lukte hem om Rosemary het bed in te krijgen. Ze raakte zwanger en ging naar de dokter. Helaas was de schoonzoon van de dokter journalist van een of ander roddelblaadje. Een enorm schandaal. Je kent Boston. De kranten stonden er bol van. Ik heb nog steeds ergens knipsels liggen. Heeft ze abortus laten plegen? Fitzgerald schudde zijn hoofd. Nee. Harry wilde dat ze zich liet aborteren, maar ze weigerde. Het is tot een vreselijke scène gekomen. Hij had haar verteld dat hij van haar hield en met haar wilde trouwen. Uiteraard had hij dat al tegen tientallen vrouwen gezegd. Maar Emily hoorde hun gesprek en heeft diezelfde nacht zelfmoord gepleegd. Wat afschuwelijk! Wat is er met de gouvernante gebeurd? Rosemary Nelson is verdwenen. We weten dat ze in het Sint-Jozef ziekenhuis in Milwaukee is bevallen van een dochter die ze Julia heeft genoemd. Ze heeft Stanford een briefje gestuurd, maar ik geloof niet dat hij de moeite heeft genomen om te antwoorden. Tegen die tijd had hij een relatie met iemand anders. Rosemary interesseerde hem niet meer. Leuk. Echt tragisch is wat er later is gebeurd. De kinderen gaven hun vader de schuld van hun moeders zelfmoord. In die tijd waren ze 10, 12 en 14. Oud genoeg om de pijn te voelen, maar te jong om tegen hem in te gaan. Ze hadden de pest aan hem. En het was Harry's grootste angst dat ze hem op een dag hetzelfde zouden aandoen als wat hij zijn eigen vader had aangedaan. Dus deed hij alles om ervoor te zorgen dat het nooit kon gebeuren. Hij stuurde hen naar verschillende kostscholen en zomerkampen en zorgde ervoor dat zijn kinderen elkaar zo min mogelijk zagen. Ze kregen geen geld van hem. Ze leefden van het kleine kapitaal dat hun moeder voor hen had vastgezet. Hun hele leven heeft die kat en muis met hen gespeeld. Het ene moment hield hij hun zijn fortuin voor als lokaas. En dan trok hij het weer in als ze hem mishaagden. Eerste cassette, einde kant 2.